Woensdagavond konden Nijmegenaren in het stadhuis laten weten wat ze van de nieuwe plannen van de gemeenteraad vinden. Deze plannen zijn te lezen in de zogenoemde zomernota. Ik heb die opening gedaan omdat ik de plaatsvervangend voorzitter van de raad ben. En als gemeenteraad vinden wij het heel belangrijk om inspraak te organiseren. Dat doen we normaal tamelijk klassiek. Kunnen mensen 3 minuten per politieke avond komen inspreken. En bij een zomernota, wat eigenlijk een document is waar wij onze algemene beschouwingen op maken als raad. Dus echt kijken naar alle onderwerpen wat we in de toekomst gaan doen. Dus heel belangrijk voor de stad. Vinden we dat die inspraak anders moet zijn. En daarom hebben we een avond georganiseerd dat iedere Nijmegenaar naar het stadhuis kan komen. En aan thematafels, een tafel als duurzaam. Stad, een tafel als bruisende stad kan praten en die raadsleden kan voeden met informatie die zij straks mee kunnen nemen in dat grote belangrijke debat over de zomernota. En niet alle ideeën en plannen die vandaag bedacht worden, worden ook uitgevoerd. Maar dit is wel een hele mooie manier om met raadsleden op een veel informelere manier van gedachten te wisselen. En ik weet zeker dat mijn collega's en ik zelf ook deze ideeën meenemen. En de raadsleden kunnen moties en amendementen indienen. En ook vorig jaar al, en dat gaan we dit jaar zeker weer doen, iedereen die hier vanavond aanwezig is, krijgt allemaal die moties en amendementen te zien. En dat is dus de vertaalslag van alle ideeën die hier vanavond zijn gemaakt. De geschiedenis ligt in 30 seconden. Het is jammer dat de Waalkade moeilijk bereikbaar is en toch altijd in het verdomde hoekje van de stad zit. Die moeten we bereikbaarder maken. Het is moeilijk om daar te komen, er is nu een lift. Ik heb ooit een keer voorgesteld, laten wij in die lift een verticale tijdbalk maken. Je stapt in de lift, je bent in het nu, je gaat langzaam naar beneden. Je komt via de oorlog, via Marieke van Nimwegen, via de middeleeuwen, via de Romeinen. Kom je op de Waalkade terecht. Daarnaast stel ik voor dat er, net als in Lissabon, een trammetje komt in de grote straat. Van boven naar beneden. Zo'n schuin trammetje. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Waarbij het heel erg een leuke attractie wordt. En dat moet die lift ook worden. Dat het leuk wordt om naar de Waalkade toe te gaan. Volgende stap is natuurlijk dat de Waalkade zelf aantrekkelijk en groen en dergelijke moet zijn. Maar ik denk dat er een unieke kans ligt om met het gebied tussen de bovenstad en de Waalkade om daar iets leuks mee te doen. En dat kan die lift zijn, dat kan ook een tram zijn. En Nijmegen moet zich veel sterker profileren als jongere hoofdstad Summer Capital. Ik denk dat we daarmee goud in handen hebben en dat we daarmee de stad ook landelijk veel meer in de picture kunnen gaan zetten. Verschillende Nijmegenaren kwamen naar het stadhuis om ook zelf hun ideeën aan de raadsleden te presenteren. Mijn idee is omdat er zoveel vluchtelingen naar Nijmegen zijn gekomen. Het leek mij een mooi idee om een soort van integratieproject op te starten. En we hebben te horen gekregen dat ze voor het Joris Iversplein een nieuwe invulling zoeken. Dus zo zijn we als... Ik werk zelf in de Lange Hezelstraat, dus in het verlengen van het Joris Iversplein. Om vanuit de ondernemers, maar ook vanuit de inwoners vanuit Nijmegen, met de vluchtelingen samen, een project op te starten om de integratie te bevorderen, zodat zij zich ook welkom voelen. En we dachten, hoe leuk zou het zijn om een culturele bazaar op te zetten, zodat de vluchtelingen een plek krijgen om dingen te verkopen. Denk aan lekkere hapjes, denk aan muziek, theater, dat soort dingen. Zodat we met z'n allen samen daar een mooi plekje van kunnen maken. En met z'n door elkaar, voor elkaar, zodat iedereen zich welkom voelt. En zodat we een mooi nieuw cultureel evenement erbij hebben in Nijmegen, waar iedereen zich ook welkom voelt. De zomernota wordt op 6 juli in de gemeenteraad besproken. Wat ik vooral gehoord heb vanavond is dat mensen thema's aansnijden die hen bezighouden. En dat ze oprecht nadenken hoe kan dat verbeterd worden in de stad. Ik heb maar weinig mensen gehoord, eigenlijk heb ik ze niet gehoord vanavond, die alleen maar voor hun individueel persoonlijke probleem hier naartoe zijn gekomen. En als ze dat wel deden, had dat ook gemogen. Wij zijn raadsleden die naar alle Nijmegenaren luisteren. Maar het echte besluit nemen we op 6 juli. Dus in die zin hebben we nog wat meer tijd om goed na te denken. Welke plannen moeten nou echt worden toegevoegd aan die zomernota? Waar willen we misschien wat geld voor reserveren? Dus de tijd is er, maar hij is krap.